De inmiddels 18-jarige Niels had als kind net zijn eerste stapjes gezet toen hij besmet raakte met de meningokokkenbacterie. Die bacterie zorgde voor een ernstige bloedvergiftiging. En om zijn leven te redden namen de artsen destijds een zeer rigoureus besluit. Want ze hebben dus eigenlijk je beide benen en een paar vingers geamputeerd? Ja, klopt ja. En waarom hebben ze dat zo gedaan? Omdat het was afgestorven, alle uiteindes van mijn lichaam, door die bacterie, want die zat in mijn bloedbaan. Mijn lichaam liet het bloed bij de vitale organen en daardoor stierven de uiteindes af, maar kon ik wel blijven leven. Hoe weten ze dan tot hoe ver ze moeten amputeren, zeg maar, om genoeg bacterie weg te krijgen? Ja, de bacterie was door de medicijnen binnen 24 uur uit mijn lichaam. Alleen die had al zoveel schade aangericht dat het nog steeds vechten voor mijn leven was. De dokters bleven toen maar eraf halen tot ze weer gezond vlees tegenkwamen. Ja, hier de bovenkant hebben ze weggehaald en hier kwamen ze weer gezond vlees tegen. Dus toen zijn ze hier gestopt. En zo hebben ze dat met ook mijn benen gedaan en hier op mijn armen. Ja, want ze moesten dus ook van je armen moesten ze een soort van opperlaag eraf halen. Ja, klopt, tot ja. Het gezonde weefsel. Klopt, ja. Het is ongeveer de avond. En weet je hoe die bacterie er is gekomen? Iedereen draagt die bacterie bij in zijn neus en keel. Maar bij mij is die gaan ontpoppen, waardoor die heel veel schade heeft aangericht. Domme pech. Ja. Ja, we waren op de verjaardag van mijn oom. Ik kon net mijn eerste stapjes zetten. En daarna zijn we naar huis gegaan. En had ik hoge koorts. Mama is met mij naar het ziekenhuis gegaan toen. Ja, de dokters zeiden daar, ja, leg hem maar in zijn bed. Want we krijgen hier ook kinderen die al 3 dagen koorts hebben. Oh. En de volgende ochtend kwam mama op mijn kamer en zat ik helemaal onder de blauwe plekken. En zat er bijna geen leven meer in mij. Wow, maar dat was dus ineens zo snel gegaan. Ja, ja. Toen gingen alle alarmbellen rinkelen, want dat was natuurlijk niet goed. Want die blauwe plekken waren eigenlijk het begin dus van dat afsterven? Ja. Maar, en die blauwe plekken zaten overal, over je hele lijf? Ja, allemaal bovenop de huid. Dat wordt ook gezien als de uiteindes van je lichaam. Oh, ja. Ja. Elke week had ik een operatie. En wisten papa en mama niet hoe ik terug zou komen. Met hoeveel vingers, hoeveel benen. Ja, wat er nog aan zou zitten. Want hier hou je dus wel al goed je balans. Ja, klopt. Toch, ja. Terwijl je nog super jong bent. Ja, ja, hier lig ik 4 weken in het ziekenhuis. Hier hebben we wel de heftigste periode gehad. Hoe vind je dat om zo'n foto te zien? Ja, niet leuk om te zien. Er zijn ook foto's die ik gewoon niet wil zien. Want die zijn echt gewoon heel heftig en ik wil eigenlijk niet aan herinnerd worden. Omdat ik zelf niet bewust mee heb gemaakt. Ja. En ja, niet aan negatieve dingen wil worden herinnerd. Hoe beweeg jij je dan? Eigenlijk als een aapje ga ik door het huis heen. Want in huis gebruik ik geen rolstoel, geen protheses. Dus eigenlijk kan je het vergelijken met een aapje. Maar hoe als een aapje? Zeg maar, dus je doet al je gewicht op je handen? Ja. Oh, jeetje, wat heb je sterke armen. Oh, ja, dat kan je heel goed. God, jij moet met dat turnen moet je op zo'n ding gaan. Hoe heet dat nou? Op zo'n bok. Ja. Heb je dan helemaal geen aanpassingen dus? Nee, helemaal niks. Mijn ouders hebben expres niks aangepast in het huis. En ik heb daar overal mijn eigen manier voor gevonden. Ik denk altijd in wat ik wel kan, maar eigenlijk nooit in wat ik niet kan. Niels is een sportman in hart en nieren en al van jongs af aan bijna dagelijks op de tennisbaan te vinden. En dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Goeie voorhand, man. Hey. Oh my god, wat is dit leuk om te zien. Ja, toch? Ja. Maar even, jij dacht ik heb geen benen en geen vingers, dus ik ga maar tennissen. Ja, precies. Ik kan zeg maar, hier wel zien dat je echt heel goed bent, maar, zeg maar hoe goed ben jij? Ja, ik ben nummer 5 van de wereld. Echt? 5e van de wereld? Ja. Oh my god, wat een titel. In augustus mag ik meedoen aan de Paralympische Spelen in Tokyo. Echt? Ja. Oh my god, is dat niet echt een soort van lijpdoel? Ja. Ja. Maar ja, tot die tijd moet er dus wel nog even getraind worden. Zeker weten. En daarom ben ik hier. Okay. Om jou eens even een lesje te nemen. Alright, ik ben er klaar voor. Eigenlijk normaal in dit programma dan stel ik me altijd zelf een beetje gelijk zeg maar, aan jou. Maar ik denk dat ik niet in een stoel ga, omdat ik waarschijnlijk zo al niet eens win. Doe ik het met twee of met één hand? Ja, dat maakt niet uit. Ah, super. Waar jij het fijnste vindt. De ballen goed leggen. Ja, zit er goed in het net. Ja? En wacht even, nog één vraag. Waar moet mijn bal? In die voor? Dat maakt niet uit. Alright. Jouw bal moet binnen de binnenste lijnen. Yes. Rustig beginnen, hè? Ja, ja. Oh mijn god, ik heb hem. Ah, nu heeft hij door dat ik toch best wel goed ben. Oké, nu hoef je je niet meer in te houden. Oké. Oh. Oh, jongens, dit wordt zo gênant. Oh! 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 Oh. 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 Oké, wie deze wint, heeft alles gewonnen. Oeh, oh, bijna mis! Ah. I surrender. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, na deze gênante vertoning gaan we naar Niels zijn huis om zijn koffer in te pakken voor de Paralympics. En daar word ik meteen geconfronteerd met zijn immense prijzenkast. Wow, oh mijn god. Zo, jeetje, wat heb je er veel. Oh. En op welke, zeg maar, van deze allemaal ben je echt het meest trots? Ja, dat is een goeie. God, ik heb nog nooit zoveel prijzen gezien, joh, in mijn leven. Ik denk die daarboven. Die? Ja. Hoezo? Daar werd ik wereldkampioen bij de junioren. Wereldkampioen? Ja. Lijp. Oké, laten we spullen in gaan pakken. Ja, dat is goed. Oei, oei, oei. Hier, zet mij die koffer. Ja, zet jij maar op. Als ik hem dan hier, als jij mij dan de dingen geeft, dan doe ik ze erin. Daar ben ik dan weer kampioen in, vouwen. Maar en als je nou een ding zou moeten kiezen wat je het allerkutst vindt aan je beperking, wat zou dat zijn? Ja, dat je altijd wel klein gehouden wordt. Als mensen jou niet kennen. Je bent toch ook gewoon een stuk kleiner, maar je bedoelt het ook figuurlijk? Ja, ik wil alles zelf doen, omdat ik zelf zo'n mentaliteit heb van als mensen zeggen van dat kan jij niet, dat ik dan zelf het juist wil laten zien van ja, dat kan ik wel. Hé, maar je gaat nu natuurlijk straks naar Tokyo. Ja. Eindelijk, oh my god. Wat hoop je daar te gaan bereiken? Ja, sowieso een gouden plak. Ja, dat is het ultieme doel. In de single en in de dubbel. Oh joh, maar vind je dat niet zo mega spannend hoe gewoon dit allemaal gaat uitpakken? Ik vind het nu eigenlijk alleen maar heel vet. Maar... Ja, maar er is toch een stemmetje in je hoofd wat zegt... Oh my god, ik sta op de Paralympische Spelen. Ja, ik denk als ik daar ben wel. Maar nu nog niet. Nou, oké. Ik denk dat we er bijna zijn. Ik denk het ook, toch? Met dit. Moeders, kom je mee uitzwaaien? Zeker. Oh, het komt wel. Ja. Nu is het zover. Ja, ja. Gek, toch? Ja. Ik ben natuurlijk altijd overal bij geweest. Hij was eerst volledig afhankelijk van mij. En nu doet hij gaat hij de wereld in. En dat is natuurlijk bijzonder. En hoe gaaf is het dan dat je gewoon naar de Paralympics mag? Ja, dat is toch wel fantastisch, echt een ding, toch? Ja, dan ben ik zeg, en dan overheerst alles trots. Ja. Trots en het harde werken en zijn doorzettingsvermogen. Bijzonder. Heel veel succes en genieten. Dankjewel. Doei! Veel plezier en succes! Doei! Zou ik dan nu in zijn plek bij jou blijven slapen? Ja, is goed. Oké. Nou, gezellig maken. We hebben een filmpje aanzetten. Ja. Kom. Niels heeft zojuist de Paralympische finale van de dubbel gespeeld. En ik ben natuurlijk heel benieuwd of hij nu daadwerkelijk die gouden plak heeft binnengesleept. Hey! Yo. Hou me niet langer in spanning. En hoe is het gegaan? Ja, ik heb rood. Nee! Meen je dit? Ja, serieus. Oh my god! We moesten tegen Australië. Ja, daar hebben we tegen 2 keer van verloren en nou, en 1 keer van gewonnen. En nu gewoon in de finale op de Paralympics voor goud hebben we ook gewoon gewonnen. Oh. En dan zijn ze Paralympisch kampioen. Pas 21 en 18 jaar oud, maar nu al de beste in het quadtennis. Maar had je dit verwacht? Nee, zeker niet. Heb je al een biertje gedronken erop? Nee, nog niet. Ik wil morgen nog voor brons spelen. Oh, nou als je die dan ook nog even meepakt, dat zou toch hartstikke mooi zijn. Heel veel succes en ik zie je snel. Een paar weken later is Niels terug in Nederland en ontmoet ik hem tijdens een speciale huldiging. Niels heeft namelijk naast goud voor de dubbel ook nog brons gewonnen voor de single. En om die reden heeft de commissaris van de Koning nog een speciale verrassing voor hem. Hoe is dit dan gewoon als moeder om je zoon zo te zien floreren en... Ja, bijna onwerkelijk gewoon. Ja. Echt mega. Weet je, je zit thuis te kijken. We zaten iedere keer met een ploegje te kijken, zeg maar. Hè? Ja, en hij doet het dan gewoon. Hoe vet is dat? Hij zweeft toch, denk ik, nu door de wereld. Hij zweeft. Dames en heren, een bijzonder moment waarop een hele bijzondere prestatie erkenning krijgt, Niels. Het heeft Zijne Majesteit behaagd je te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Oh my god, nu eindelijk in het echt! Ja. Gefeliciteerd! Dankjewel. Ben je er al gewend? Nog niet helemaal. Dat je dit hebt behaald allemaal? Nee, ik kan eigenlijk nog steeds niet helemaal geloven. Als je zeg maar dit nu al zo helemaal hebt behaald, wat is dan nu je volgende doel? Ja, een gouden medaille in de single in Parijs. Ja? In 24 en ja, een Grand Slam winnen. Het is zeker haalbaar. Heel veel plezier en succes en geniet van alles. En jij kan gewoon nu nooit meer normaal naar de bakker, denk ik. Ik denk het ook niet. Nee. Oké, nou geniet ervan. Heel veel plezier. Doei jongen. Dankjewel, doei doei. Wat een popster.